En het publiek heeft de mobiele verkooplocaties van Fernandes Bakkerij enthousiast ontvangen. Vooralsnog staan deze mobiele units aan de Kernkampweg, de Marowijnenstraat, de Tapuripa-straat in Flora en aan de Indira Gandhiweg. De toeloop naar de verschillende locaties is volgens directeur Koert van Essen goed te noemen. En ook is er een gedragsverandering merkbaar bij de mensen, vooral als het gaat om het naleven van de voorzorgsmaatregelen. Ik moet zeggen, na dit weekend zien we een best wel een gedragsverandering bij de Surinamers. Hulde daarvoor. Laten we ons echt daaraan houden. Mensen houden afstand, mensen hebben een mondkap op. We hebben ook gezegd van neem zelf je zak mee. Probeer met een pasje. We hebben ook mobiele postapparaten in onze trucks. Dus probeer zoveel mogelijk dat contant geld eruit te halen. Dus, pinnen, dat is allemaal veiliger dan op de conventionele manier. Dus dat hebben we ook gedeeld met iedereen. Dat zijn ook grote borden bij de auto's waaraan ze zich moeten houden. En ook bij onze warme bakker, moet ik zeggen. En onze andere pastries gaat het voortreffelijk. Dus wat dat betreft, hulde aan de Surinamers. En op kort termijn zal de warme bakker evalueren en nagaan of er eventueel aanpassingen gepleegd moeten worden. In de tussentijd gaat de distributie naar de winkels normaal verder. Absoluut. Wij hebben vanaf dag 1 no contact met nogmaals het NCCR, COVID management team, mevrouw Veira, die een voortreffelijke job doet met z'n allen. We hebben goed contact met ze. En ook in de distributie. En in principe was voor brood was er nooit een probleem. En als anderen pas mochten distribueren na een bepaald tijdstip, wij niet. Want wij moeten ervoor zorgen dat het is een vers product. Dus voordat die winkel eigenlijk open gaat, moet het product erin zijn. Nou, dat lukt natuurlijk niet in deze situatie. Maar dat is wel onze normale modus operandus. Dus wij hebben gewoon, we kunnen gewoon rijden. We hebben alle dispensaties. En ook naar de districten gaan we gewoon normaal. Het enige waar we niet gaan, en daar zijn we nu weer aan het kijken, is naar Albina. Daar gingen we niet, omdat Albina helemaal gesloten was. Alle winkels waren dicht. En er was te veel risico. Dus dat hebben we gezamenlijk hebben we gezegd, dat kunnen we op dit moment niet doen. Maar de andere districten doen we gewoon aan en rijden we ook gewoon normaal conform de normale routes. Het hele Surinaamse volk, we staan er samen achter, we moeten dit samen doen. Laten we alsjeblieft veiligheid in acht nemen en blijf thuis. En zodat we hier snel boven komen en in ons mooie land verder kunnen genieten.